Wat vooraf ging in Connected. Ah, eindelijk vrijheid. Koningin Laura. Volgens mij heb ik wel iemand gezien. Jokken, ik heb een boek in de pleeggevoer met me. Dan gaan we naar de woestijn. Etholier? Ja, waarin? Dus, Etholier heeft me verraden? Dus de tovenaar is vrij. Ik dacht eindelijk mijn masker weg te kunnen gooien. Weg van mijn verleden, verdriet en verraad. Mij te kunnen focussen op het mooie, maar dan toch weer deze daad. Gedachten kunnen stoppen met rennen, een nieuwe stad, een nieuwe mij. Gedachten kunnen zeggen, nu ben ik eindelijk vrij. Een dag kleurde mijn leven rood, een dag dat me werd verteld. Mijn ouders waren een verschrikkelijk woord dat leven stelt. Een oom, dat is wat ik over had. Maar toen hij me naar het park bracht, ben zo terug, zei hij. Dus ik zat. Ik zat te wachten zo verschrikkelijk lang. Toen ik me besefte, ik ben verraden, ben ik bang. Daar was dan die dag. De dag dat ik ben gaan rennen. Rennen van alles wat ik dacht te kennen. Ben ik gestopt met rennen? Nee, nooit. Dacht ik dat ik dat zou doen? Misschien ooit? Een nieuwe stad, een nieuwe kans. Dat dacht ik, maar vind ik ooit nog een balans? Nooit kan en zal ik me zo laten kwetsen. Ik zal weer beginnen een nieuw leven uit te schetsen. Wat is dit? Ja. Waar breng je me naartoe? Ja, we zijn er bijna. Kom op. Wat is dit voor plek eigenlijk? Zijn dit orks? Mond dicht zeg ik toch. Stil blijven nou. Is dit hem? Ja, dit is hem. Hij is nu jullie probleem. Wat heb je nu weer gedaan? Ach, ze betaalden toch goed? Daar zijn piraten toch voor? Ben je gek geworden? Als hij aan de macht komt, dan valt er niks meer te plunderen. Pff, en jij noemt jezelf een piraat? Je denkt niet eens voor het goud te gaan als het voor het oprapen ligt. Wat jij doet, brengt ons allemaal in gevaar. Wat nou als ze niet tevreden zijn? Ach, maak je niet zo druk. Wat denk jij er nog van, Stefan? Ik ben helemaal met de voordeur eens. Je neemt veel te veel risico. Er zit maar één ding op. We brengen je naar de gevangenis in de woestijn. Wacht, wat? Ik snap dat er veel is gebeurd de afgelopen dagen. Maar we gaan helpen je er weer bovenop te komen, Evoldier. Ik weet dat je zeker een hoop vragen hebt. Dus stel ze maar en ik zal antwoord geven als dat kan. Wat is er precies gebeurd? Ik herinner me alleen maar vuur. Je weet vast nog wel dat jullie op weg waren naar jullie oude koninkrijk, om het te herdenken. Maar eenmaal daar werden jullie aangevallen. De wachters konden jou snel in veiligheid brengen. Maar voor je ouders was het te laat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 31, 35, spuit 11! Oh my god. Wat? Niks. Is het ver? Ver? Oh nee. Tenzij je de andere kant van het continent ver vindt. Je hebt een bordje met vet al op de tafel gezet. Hoe lang ga je hier nou mee door? Je bent al de hele tijd ermee bezig. Ik ben er wel met 200. Niet zeuren.
520ste couplet. Ik heb een potje met vet al op de tafel gezet. Ik heb een potje vet op de tafel gezet. Oh, ik dacht dat we naar de woestijn gingen en niet weer deze kou in. Ja, ik wou een sneeuwpop bouwen. Ah, de muur. De koude muur. Vet cool. Dus, je zit hier nog langer met mij opgescheept. Even kijken wat we hier kunnen vinden. In dit boek. Even lezen. Ik heb het denk ik hier zo. We weten van een andere stad of zo. Wat ze daar dan weer mee bedoelen? Wat ik daarmee bedoel eigenlijk. Wat ik denk dat ze bedoelen of niet? Dat dat eigenlijk niemand dan Thijs en ik er eigenlijk van wisten. Dan moet er dus nog iemand anders zijn. Zou ik dit nou aan Wouter gaan vertellen? Ah, trouwens, Wouter, nee, die gaat alleen maar vervelende en onnodige vragen stellen. Maar, ja, laat me toch wel een beetje achtervolgen hier, hoor. Ja, man, echt, wat, ja, best lastig zo'n boek. Ja, zou ik er eigenlijk iets van afkomen? Want ja, mensen die gaan er allemaal dingen over vragen. Eigenlijk, ik moet zo snel mogelijk een weg vinden naar Gronos. Ik moet er weer, ik moet er zo snel mogelijk heen. Bedankt voor gisteren, man. Je hebt echt mijn leven gered en, ja. Geen probleem, hoor. Ik hoop dat iemand hetzelfde voor me doet. Nou, maar ik kan je in ieder geval rekenen naar wat je gisteren gedaan hebt. Ik denk dat ik eerst maar ga kijken of we eten kunnen vinden in de stad. Ja, lijkt me ook wel een goed idee. Ik heb ook wel wat nodig. Ja, ga maar mee. Ik ga liever naar gisteren. Niet alleen op de straat, snap je? Goed. We kunnen samen gaan, dat is wat veiliger, vind ik ook. Ja, dat is zeker veiliger. Het is rustig op straat. Mensen zijn ergens. Ze hebben ergens een anders aandacht voor. Weet je wat? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik zie nergens zombies, maar. Ja. Nee, ik weet wel dat die kisten beneden liggen, maar het zit vol onder. Het zit helemaal onder water, dus. Zullen we nog gaan kijken? Het is in ieder geval poging waard, want ik verga echt van honger, man. Ja, ik ook. Oh, het stinkt hier, man. Nou, ik heb een donkerblauw vermoeden dat hier zo walk op was, wit. Ja, denk het ook. Wat was dat? Wow. Oh, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga kijken wat het is. Ik ook. Waarschijnlijk is het helikopter. Mij ook. Ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat het van de garage vandaan komt. Ja, ik denk het ook. Wel in die richting, ja. Hij wel. Laat het boven kijken, maar ik zou wel voorzichtig zijn. Hoe komen we in godsnaam op tijd boven dat helikopter wegvliegt? Ik heb geen idee. Echt. Een lift? Ah. Oh. Daar gaat onze hoop. Oh, kijk uit. Oké, ik zie niemand. Zullen we het gaan proberen? Maar waarom gaan we hier nou naartoe dan? Ja, ik woon hier al zo lang naast deze ruïne en het is nooit goed.
Ze komen altijd dingen van me jatten en als ik dan terugkom om ze een pak slaag te geven, dan zijn ze weer weg. Ja, ik vertel het je nog wel, oké? Okay? Laten we eerst maar eventjes dichterbij komen. En vooral goed opletten dat we niet van deze brug afdonderen. Nee, ik hou niet van hoogtes. Nou, sorry, maar... Kom maar in de mijn. Ja, het is een klein stukje. Het is maar een klein stukje. Kom op. Oké, we halen het wel. Ik zie al helemaal nog niemand. Dat is wel eens een goed teken. Goed teken? Ja, of een slecht teken. Moet ik dan jou een pak rammel geven? Nee. Dat hoeft niet. Maar misschien zijn ze verstopt. Misschien horen ze jou aankomen en denken ze, oh nee. Oh ja, mij weer, hè? Jou niet? Nee, mij horen ze niet aankomen. Ja, jij bent een beetje luidruchtig. Kom op. Laten we richting de poort gaan. Hier zo even. Ja, het is vreemd. Er zijn niet eens wachters op de muur. Misschien zijn we gewoon te stil. Oh, ja, dat zou... Nou, dat zou me wel verbazen met jou erbij. Hé, hey, ik kan wel een beetje stil doen. Ik heb ook leren jagen. Ik bedoel, misschien ben ik wel de enigste dwerg die weet hoe een pijl en boog werkt. Oh, nou, dat is goed. Oké, okay, laten we voorzichtig naar die poort gaan. Ik ga eerst naar deze kant. Pak jij de andere kant dan? Denk jij de andere kant? Ah, ik heb genoeg van dit slome gedoe. Kom maar aan als je durft! Volgens mij is er niemand. Oh, oké. Nou ja, zo kan het ook. Ja, nou, het ging wel sneller. Het heeft ons tijd bespaard, toch? Dan hebben we meer tijd om straks bier te gaan drinken. Dat is helemaal waar. Laten we maar even een stukje verder kijken dan. Volgens mij is het hier vlakbij is een soort binnenplaatsje. Laten we daar maar even naartoe gaan. Wat wil je daar halen dan? Zeg ik je daar wel. Dat zie je daar wel. Oh, hier is het al. Ja, nou als je het goud wil hebben dat hier heeft gelegen, dat heb ik al, sorry. Oh, uitgegeven aan alle bier die je net hebt opgedronken. Nee, ik kwam niet voor... Ik kwam niet voor het goud eigenlijk. Waarvoor dan? Ik heb het je nooit verteld, maar... Dit kasteel was vroeger van mijn voorouders. En mijn... Mijn voorouders? Ja. Waren toch allemaal piraten, joh? Niet allemaal. Ik was de eerste piraat eigenlijk. Maar mijn ouders en ik kwamen hier een keer terug toen ik nog een klein jongetje was. Alleen, ja, toen zijn mijn ouders dus vermoord door de orks. Ja, daarom wilde ik hier nog even naartoe. En moet je nou nog bier hebben ofzo, of gaat het wel? Ja, het gaat. Ik wilde gewoon weer eventjes kijken. Ik twijfelde gewoon een beetje over wat ik moest doen, weet je wel. Of ik nou piraat moest zijn of misschien toch iets belangrijkers moet gaan doen. Belangrijkers? Wat kan er nou belangrijker zijn dan geld verdienen? Nou ja, ik weet niet, heb je het gemerkt? Het is echt superveel oorlog de laatste tijd hier in Gronos en... Ai joh, wat heeft een dwerg zoals ik die in een hutje in het bos woont daar nou mee te maken? Nou, ik weet het goed gemaakt. Als jij me helpt op mijn reis, dan zijn er genoeg orks die een schedel jouw bel nog missen. Oké, doe maar. Oké, laten we maar even teruggaan naar je huis dan. En dan gaan we ons voorbereiden op een lange reis. Maar het alweer. Ja? Over je reis, hè. Dat is wel een hele belangrijke vraag. Is er ook genoeg bier? Ja, natuurlijk man, tuurlijk. Oké. Wanneer je maar wilt. Ik zat me wel een beetje zorgen over te maken, maar dan is het goed. Oké, laten we maar terug naar je huis gaan. Ja, goed plan. Kijk goed om je heen, Jorgen! Kijk uit, er ligt hier overal bloed. Wie het ook is, hij is sowieso gevaarlijk, want er ligt hier echt een heel spoor. Wat is dat daar? Politie! Hand in de boek, wapens op de grond! Hij komt dichterbij, hij komt hierheen. Kasteel, we schieten! Laat ons gekust! Er gebeurt helemaal niks! Richt op zijn hoofd! Misschien gaat hij dan dood. Oh, wat is er mis met deze mensen? Ja, geen idee, maar ik denk niet dat ze hier komen om met ons te komen praten. Denk ik hoor. Wat ligt er hier nog? Een hoofd of zo?
Wat was dat? Ja, ik heb echt geen idee. We zijn eindelijk hier in die woestijn aangekomen. Ja, dat merk ik. Het is veel te warm. Oh, ja, nou, ik had misschien moeten... Oh, hey, hallo! Welkom. Wat komen jullie hier doen? Want, ik bedoel, jullie komen met zo'n mooi schip aan, vol met goud, zie ik het? Ja, goud. Ja, heel veel goud hebben wij, hè, Mark? Heel veel goud. Ja, heel veel goud. Ja, dus wat komen jullie hier doen? Wat komen we hier doen, Mark? Vertel die meneer eens wat we hier komen doen. Ik wou graag naar de kroeg toe. Ja. Als dat kon. Naar de kroeg. Mark, ja, dit is... Is dat wel jullie schip? Nou, dit is zeker. Van ons, we waren wel aan boord, ja. Ja. Nou, scheer jullie weg, kom op, man. Krijgen wij zo'n probleem. Mark, kom maar. Wegwezen jullie. Weg. Oké, kom maar, Mark, snel. Waar is die kroeg nou? Ja, nee, laten we maar eerst eventjes zorgen dat we weg zijn, dat ze ons niet zien. Dat ging maar net goed. Ik had niet verwacht dat het hier zo vijandelijk was. Je moet ook niet mij vragen om ons eruit te lullen. Je weet dat ik dat niet kan. Ja, sorry. Dat was, ik raakte een beetje in paniek, oké? Ik dacht van, holy shit. Zijn we nu al in de problemen? Even kijken. Ik denk dat we wel even hier kunnen wachten. Want ik heb een kaart. En ik weet ongeveer waar we naartoe moeten. Maar ik moet even iemand spreken die het precies weet. Dus... ik zorg wel dat jij het ook naar je zin hebt. We gaan even hier de herberg in. En dan gaan we even kijken of we informatie kunnen vinden. Hoe kwamen die zombies nou weer in Meerdal, joh? Ik dacht dat we hier eigenlijk verlost van waren toen we hier naartoe verhuisd waren. Ik heb het idee dat iemand een spelletje met mij aan het spelen is. Ik zou niet weten wie. Maar... Ja, misschien moet ik maar eens even gaan kijken bij diegene. Misschien moet ik maar eens even op bezoek gaan. Ja, hoe dan ook. Ik moet denk ik wat beter om me heen gaan kijken. Want volgens mij klopt het niet helemaal. Het wordt hier echt steeds gevaarlijker. En ja, ik moet hier eigenlijk weer terug naar Gronos gaan. Want het wordt hier gewoon zo gevaarlijk. En straks is het misschien wel te laat. En Thaldir en Noor en zo, die zijn al weg. Die zijn al eigenlijk ontsnapt. Dus... En er moet een mogelijkheid zijn om hier weg te komen, maar hoe dan?
Hoe kon Ethelred me dit aandoen? Wat loop jij nou weer te praten? Oh, gooi je kop dicht nu! Hoe kom ik hier ooit uit? Wat zeiden we nou? Hou je kop dicht! Van heuvel tot rots, vol kracht en trots. Naar moeras zo nat, heb het hier wel gehad. Zit hier gevangen met een verlangen. Maar ik heb zo'n pech, want ik kan hier niet weg. Elke dag maak ik weer een lach, maar het helpt niet totdat hij me ziet. Zo, het spijt me dat ik niet heb gekomen. Dat was onbeleefd van me, is het niet? Oh, ik weet het allemaal niet meer hoor. Want volgens mij is mensen gevangen nemen ook niet beleefd. Oh ja, zeker, kraaitjes. Dit was waar ze me gevangen hadden. En wat zie ik nu? Hebben ze alweer een onschuldig meisje in de kooi zitten? Ze leren het ook nooit. Misschien is het tijd dat we ze een lesje leren. Wat doet hij nou? Ik ben misschien wat ouder geworden buiten mijn kooi. Wat is dit? Maar ik ken nog steeds een aantal leuke trucjes. Weg, terugtrekken! Ja. Rennen! Zo, meisje. Je bent vrij. Kom maar mee met mij. Oké.